auto af voeren, achter de tractor, niet helemaal goed gegaan. Brandboom is dat denk ik. Spandex op, onvertalig met de boot over en achter de trekker terug. Nou, ik hoop niet dat die trekker helemaal de boot moet, dan is hij nog even onderweg. En dan zijn we van start in de Rodeo-Mans. Hier een blauwe auto op kop, die dat je met de Stelly-boot op de tweede plaats, daarachter is die 220, die daar achteraan. En dat is 388 rode kop, heb je al volgens mij die kop, maar het is nog een kop, maar het is een verkeerd nummer op die auto. Maar het is hier voor de toren, maar het is hier niet voor de toren. Hier ook, mooi binnen, kijk jou. Bijna pakken ze de volgende rood nog. Ik zie die rook eruit gegaan. Loopt hij alweer Jan of komt hij niet weg? Ik weet het. Stel die boot. Stel die boot die de kop loopt. Internet, nummertje 16, stel die boot. Pak hier de kop en daarachter is nummer 54, Max Spaanse. En de 399, 225 zit erachter. Maar ik denk dat de voorwielaandrijvers vandaag in het begin nog zeker in het voordeel zijn. Ai, 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 kijk hier af en linker nummer 55, hele linker nummer 75. Sander Beers gaat graag naar voren, maar maakt een mooie 360 en dan gaat het langer dan. Alles ten voordele hier van Stelly-Boot. Stelly-Boot hier eruit. Ik denk dat we zullen Stelly nog even elimineren. Nu we toch gaan.